Van harte welkom, een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Met straks natuurlijk weer als vaste panel de kritische vrienden. We praten met Sandra van Leur over de wensboom in de binnenstad van Tiel. Maar nu eerst Camille Gullekers en Wim de Boer te gast. Zij zijn van de Tielse politiek en daar is nogal wat reuring. Tiel aan tafel. In Tiel aan tafel, nu twee mensen uit de Tielse politiek. Camille Gullekers en Wim de Boer. Heren, van harte welkom. Dank. De laatste dagen van het jaar en het is in de Tielse politiek redelijk turbulent. Klopt dat? Er is wat te doen, ja. Ik wil genoeg. Ja, dan bagatelliseer je het een beetje. Intern gedoe bij de VVD. Ja. Ik zeg het even snel. Vervolgens scheiden een paar mensen zich af. VVD zit in die coalitie. Ja. Goeie constatering. Wat gebeurt er dan? Ja, dan komt de vraag op tafel, wat nu? Ja. Precies. En die kwam bij jullie op tafel, want jullie zitten in de coalitie. Hè? Klopt. Jij namens PvdB en jij namens de PvdA, want je bent de fractievoorzitter en jij ook. Maar dan van de PvdB. Ja, klopt. Nou ja, de eerste reactie van onszelf was eigenlijk natuurlijk in die zin van ja, vervelende situatie voor de VVD. Maar het is intern, hè? Daar gaan wij niet over. Maar goed, inderdaad, de eerste volgende stap is ja, oké, je bent wel coalitiegenoot. En je verliest in één keer de meerderheid in de raad. En ja, goed, dan moet je wel even gaan pimpampetten van hoe. Hoe gaan we verder? Uit die VVD, 5 zetels, stapten er 3 op. Ja. Sjouwt er 2 over. Ja. Ja. Nou, dan heb je dus inderdaad de minderheid. Klopt. Hoe is het opgelost? Nou goed, wij hebben dat toen te horen gekregen. Dan zijn wij de gesprekken aangegaan met zowel de VVD als de nieuwe partij LLT, Lokaal Liberaal Tiel, waar die 3 plus wethouder heen zijn gegaan. Mm-hmm. En wij hebben eigenlijk gewoon de vraag voorgelegd, steunen jullie het coalitieakkoord? Want daar zijn we mee begonnen. Want het zijn wel dezelfde mensen die vanaf het begin aan dit akkoord hebben ondersteund. Ja. En daar kregen we van beide partijen volmondig ja op. Oké, okay. Dat is een probleem minder. Ja, in principe is dat een probleem minder. En dan ga je dus kijken welke regels zijn er dan? Wat mag er dan? Nou goed, kijk, net wat Camille ook al zei, van de problemen lagen daar, niet onze problemen. Dus wij kunnen op deze voet verder, omdat wij de stabiliteit wilden continueren van het bestuur. Want er zijn natuurlijk wel heel veel goede dingen gedaan. Voor die paar vergaderingen die we nog hebben. Dat klinkt misschien heel zachtzinnig. Maar 2 vergaderingen en 6 commissievergaderingen. Ja, moet je dan een kapsok op gaan tuigen. Of een kerstboom op gaan tuigen. Met het feit dat je met alle partijen in zee moet gaan. Om een gesprek uit te voeren. Om een nieuw coalitieakkoord te halen. Ja, want dat zou een scenario kunnen zijn. Ja, klopt. Een van degenen die eruit is gestapt uit die VVD. Is de wethouder Marcel Melissen. Mm-hmm. Ja, en die is dan niet meer namens de VVD daar. Nee. Maar hij is gekozen als persoon. Zo heb ik het begrepen. Ja, klopt. Hij is aangewezen als vanuit de raad, zal ik maar zeggen. Dus in wezen hangt dat niet aan coalitie, oppositie. Hangt dat niet aan de partij. Maar ja, goed, het biedt natuurlijk wel meer comfort en standvastigheid. Als je weet in ieder geval ja, hoe de hazen lopen in de raad, laat ik het zo zeggen. En hij heeft zijn werk goed gedaan, voor zover we dat kunnen beoordelen. Ja, naar onze beoordeling zeker. Kijk, als je ziet waar we staan financieel. 3 jaar geleden toen we begonnen, moesten we op appel komen bij de provincie. En als je nu kijkt dat we zwarte cijfers schrijven, ja, met andere woorden. Ja, maar met alle respect, dat ligt natuurlijk niet alleen aan de wethouder financiën. Er is meer geld uit Den Haag gekomen. Klopt. Daar zijn diverse redenen voor, maar je hebt ook wel een wethouder nodig die daar wel over heeft. En op een gegeven moment kijkt wat voor uitgaven, dat doe je dan met z'n allen. Maar je hebt wel de wethouder financiën die daar verantwoordelijk voor is. En hij heeft gewoon zijn werk goed gedaan. Maar goed, social media, we hebben het er al over gehad, hè? Mm-hmm. In het vorige gesprekje. Daar wordt natuurlijk van alles gevonden en van alles gedaan en van alles geroepen. Die nieuwe partij zit nu ook in die coalitie. Ja, maar die partij is niet gekozen. Nee, de partij niet. De personen wel. Dus je hebt geen idee waar die partij voor staat. Die moeten zich eerst nog maar bewijzen, zou ik zeggen. Klopt, maar dan even vanuit mij geredeneerd en vul aan waar wenselijk. Maar ik zit er op dit moment ten eerste natuurlijk namens mijn partij, Partij van de Arbeid. Maar als tweede evengoed voor het coalitieprogramma wat wij hebben ondertekend voor deze periode. Mm-hmm. Dus ook nog voor de komende 2-3 maanden, zal ik maar zeggen. Ja, en deze personen hebben datzelfde coalitieakkoord ondertekend destijds. Steunen dat nog steeds. Geven ook aan dat ze dat aan het eind van de rit willen steunen. Ja, dan voor mijn visie zal ik zeggen, ben ik klaar. Zeker voor 2 maanden. Kijk, moest er nog 2 jaar. Ja, dan ging je echt wel een keertje kijken hoe je verder, zal ik maar zeggen. Maar voor die 2 maanden. Ja, het is ook duidelijk gekeken van wat is de beste oplossing voor Tiel. Ja. Een van de dingen wat een breekpunt was bij die VVD, heb ik begrepen, was dat verhaal rondom anders wonen. Kun je dat eens uitleggen wat dat is, anders wonen?
Anders wonen, ja, toevallig dat dat woensdag op de agenda staat als raadsvoorstel. Ja, anders wonen is de Skevenhuizen programma. Dat we maximaal hier in Tiel 6 woningen zouden krijgen voor mensen die op dit moment ook in Tiel wonen. Want het zijn Tielse mensen die hulp nodig hebben door ruimte te hebben waar ze kunnen wonen en eventueel terug kunnen komen of terug kunnen keren in de maatschappij. Die nu zeg maar ja, je buurman kunnen zijn, die overlast geven, die daar eigenlijk weg moeten omdat ze door prikkels in een omgeving zitten, waardoor ze overlast geven. Ja, dat is een tussenstap om weer uiteindelijk terug te komen in het gewone leven. Ja, het gewone leven. Ze noemen dat letterlijk eigenlijk een nulde treden in de zin van dat is de onderste categorie van de woningmarkt. Mensen die echt nergens meer naartoe kunnen, inderdaad niet te handhaven zijn in de gewone woonwijk, waar ze inderdaad nu wel gewoon wonen. Die kunnen daar eigenlijk tot rust komen, kunnen daar kalmeren, worden ook behandeld voor alles wat ze hebben. En vanuit daar moeten ze weer teruggroeien naar de maatschappij, of in ieder geval naar de reguliere woningmarkt. VVD was dus intern verdeeld daarover. Ja. En nu? Nou, laat ik vooropstellen, dat is ook geen probleem hè, dat ze daar verdeeld in zijn. Kijk, wij hebben natuurlijk een coalitieakkoord, een coalitieprogramma. Daar staat dit niet in. Dit is in 2016 is het al opgestart door de vorige coalitie. En dit is in 2018 is daar meer smoelwerk aangegeven, om zo maar te zeggen. Meer onderzocht, want de locaties waren in 2016 al bekend. Dus daar, wat dat betreft is deze coalitie daarmee verder gegaan vanwege je zorgplicht. Want je hebt gewoon de plicht naar je inwoners om goede zorg te regelen. En van daaruit zijn we nu gewoon aan het kijken. Is deze locatie natuurlijk naar voren gekomen als de locatie. Anderen zijn afgevallen. Ja. Dus daar zal je dan nog verder voor moeten beduren. En natuurlijk dat er zorgen zijn voor de inwoners omheen. Dat is begrijpelijk, dat snap ik. Dit is het onbekende. Mensen krijgen, er komt iets wat heel onbekend is. Maar er zijn nog wel dingen waar ik zeg van... Ja, daar kun je over discussiëren. Nou, je ziet heel erg, dat vind ik zelf dan, via de socials, dat er heel erg gepolariseerd wordt. Hè? Mensen vinden van alles, roepen van alles, als zijn de waarheid, terwijl het helemaal niet zo is. En voor je het weet is er feest. Zo was er onlangs, had iemand gehoord dat. En dat wordt dan geplaatst op internet en dan is het al zo. Ja, dat zie je steeds meer op steeds veel onderwerpen natuurlijk. Anders wonen leent er perfect voor. Ik bedoel, het is een zogenaamd NIMBY-project. Niemand wilde dus een not in my backyard. Mm-hmm. Niemand wilde naast wonen. Je ziet ook heel vaak de gesprekken beginnen met... Ik wil ook wel dat die mensen goed verzorgd worden. Maar, en dan begint het riedeltje. Mm-hmm. Ik kan me best voorstellen dat dat ergens het recht is van de mens om te zeggen... Ja, maar ik heb wat ik heb en ik wil dat beschermen. Dat is een heel natuurlijke reactie. Alleen wat ik echt merk nu op social media met name, de remmen zijn gewoon vanaf. En je hoeft nergens meer over na te denken. Je hoeft de nuance niet meer te zoeken. Je kunt er vol met gestrekt been, gewoon bijna letterlijk met leugens in inderdaad. Ja, en dat gaat mij soms echt de pet te boven. Dan moet ik ook eerlijk in zijn van, joh, het maken discussiëren op inhoud ook steeds moeilijker. Als ik zie wat in ieder geval het college bijvoorbeeld, wat die van sprongen moet maken momenteel. Omdat eigenlijk allemaal, ja, toch een beetje, ja, niet rechtbreien, maar gewoon duidelijk de antwoorden op tafel te leggen van elke vraag die opnieuw gesteld wordt. Ja, gewoon en dan daar weer een vraag en dan daar weer een vraag en dan wordt er weer iets verzonnen. Dan moet je daarop reageren. En daar gaat zoveel maatschappelijke energie in verloren. En ik betwijfel of de antwoorden er beter van worden. Want op een gegeven moment ben je alleen maar bezig met, ja, het crisismanagement, zal ik zeggen, van wat er op social media gebeurt. En niet gewoon met de inhoud van, jongens, waar hebben we het over? Wat voor mensen zijn dat? Waar komen ze vandaan? Wat gaan we voor ze doen? En wat moeten we doen voor de mensen die ernaast wonen dadelijk? Want beide is gerechtigd. Hè? Ik bedoel, dat die mensen angst hebben, snap ik. Kun je niet één op één wegnemen met alleen maar uitleggen. Zul je ook iets even moeten doen. Alleen, ja, je bent nou zoveel energie kwijt, gewoon aan de onzin, zou ik het bijna wel zeggen, eromheen. Die je gaat vragen wat ze al aan het doen zijn. Ik bedoel, en dat is echt niet iedereen. Hè. Ik heb ook heel veel constructieve mensen gehoord. Weliswaar met reserveringen en angsten, maar wel constructief. Maar daar zitten er ook gewoon een paar bij, ja. Ook waar je dat niet van verwacht, hè, laat dat wel wezen. Ja. Slechte zaken voor deze tijd en vooral in de decembermaand. Ja, goed, het is natuurlijk nu december. Het is groter dan december. Ja, dat maakt niet uit welke maand het is. Kijk, de maatschappij, de samenleving is dusdanig keihard aan het verharden. Dat men de menselijke maat gewoon vergeet. En die wordt dan verweten dat wij nu de menselijke maat vergeten. Nee, want wij zijn er voor elke inwoner, elke burger die wij hier in Tiel hebben in de gemeente. Ja, iedereen verdient de zorg die zij nodig hebben. En kijk, als ik geweten had wat voor zorg zij nodig hebben, dan had ik wel een andere opleiding gedaan. Want dan had ik precies geweten, mensen hebben daar een opleiding van gedaan. Die weten wat voor zorg zij nodig hebben. Als mensen daar zeggen van, die mensen die kunnen beter terugkomen door bepaalde ruimte waar ze in zitten. Dat ze die minder prikkels hebben.
Hè, want prikkelarm en dergelijk, dat is ook een breed begrip. Dus ja, als die mensen daardoor terug kunnen keren in de maatschappij, en is dat na 1 jaar, is dat na 2 jaar, is dat na 3 jaar, ja, dan is het dan een zegen dat ze terugkomen. Ja. Je wil die mensen toch helpen? Hey, de PvdA die heeft inmiddels de lijst klaar gepresenteerd. Klopt. Hoe ziet het eruit? Ik zei de gek om nummer 1. Ik mag ook deze ronde weer de lijst aanvoeren. Je hebt er ook weer zin in, neem ik dan aan? Ja, jawel. Ja, natuurlijk. Het is altijd wel een mooi feest om, zeg, om al die campagnes en al die debatten te doen. Er zijn ook genoeg avonden toen je denkt van ben ik aan begonnen. Maar over het algemeen is het wel mooi. Nummer 2 is Dave Verbeek. Die stond vorige periode ook op 2. Dus die doet me mee. En nummertje 3 is Laila Moulay, die momenteel in de raad zit. En nummertje 4 is Abdel Siddiqui, die zit ook in de raad. Nummertje 5 is Sipan. Nieuw iemand, is verhuisd naar Tiel. Wel actief in de PvdA, dus daar ben ik ook heel blij mee. En nummertje 6 is Neesje Boudak. Oké, de rol van de wethouder, dan praten we over Ben Brink. Ja. De man is al redelijk op leeftijd, over zijn werk geen discussie, dat doet hij hartstikke goed. Gaat hij door of wat gaat er gebeuren? Nou ja, in principe gaat hij stoppen in deze periode. Hij heeft zelf inderdaad ook gezegd, het is een mooi vak, ik ben blij dat ik een tijd heb mogen doen. Maar ja, goed, het is inderdaad ook op een gegeven moment de tijd, je moet gaan genieten van je rust en ook gewoon wat je hebt opgebouwd en bereikt in je tijd. Nou, hij heeft aangegeven dat dan in principe nu wel het moment is. Maar goed, we zullen zien wat de toekomst brengt. Maar wie is dan de wethouderskandidaat? Dat is Dave Verbeek, de nummer 2 op de lijst. Die is de beoogde wethouder, mocht het zo komen. Oké, ja, natuurlijk. Als dus het maar, altijd even eerst duidelijk, aan de duidelijk is, heren, als er één stabiel factor is geweest de afgelopen 4 jaar, dan was het wel PvdA en PvdA samen. Afgezien van hoe die verkiezingen gaan lopen, dat kun je natuurlijk nooit zeggen, maar jullie houden elkaars hand wel vast, mag ik dat zeggen? Nou, de kiezer moet beslissen. De kiezer moet beslissen, maar het is wel duidelijk dat deze twee partijen uitgeschaald hebben dat ze de stad kunnen besturen en dat ze elkaar gewoon, dat het, ja... Tot elkaar begrijpen. Die, kijk, natuurlijk zijn er meningsverschillen, zowel intern natuurlijk als extern. Dat hoort. Het is een dood huwelijk als je geen discussie hebt, volgens mij. En wees, laten we wel zijn, een samenwerking met partijen is een soort verstandshuwelijk. Ik bedoel, je komt allemaal met een eigen visie aan tafel. Alleen, ik merk je wel altijd heel duidelijk een respectvolle benadering naar elkaar en een constructieve houding. Dus ja, dat... dat werkt prettig, laat ik het zo niet verwoorden. Absoluut. Nou, weer even terug. Coalitieakkoord, dat wordt uitgediend. En inderdaad, die 3 maanden of 4 maanden, ik bedoel, zoveel belangrijke dingen staan er nu niet meer op, hè, op die agenda. Dat anders wonen, dat is zo'n beetje het laatste. En dan is het ook wel afgedaan. En dus dat stond nog eens in het coalitieakkoord. Coalitieakkoord. Ja. Klopt. Dat doe ik even overnieuw. Nou, die laatste 3 maanden, dat moet inderdaad te doen zijn, hè, want belangrijke punten staan eigenlijk niet meer in dat coalitieakkoord die nog uitgevoerd moeten worden. Nee, in principe, zoals het nu ernaar uitziet in de toekomstige agenda, staan er niet echt dusdanig maatschappelijk impact, laat ik het zo maar zeggen, onderwerpen op het programma. Maar goed, wellicht dat er nog wel een onderwerp tussen zit wat wel onder het akkoord valt. Ja, dan gaat het wel uitgevoerd worden. Ja, nou, en dat is natuurlijk mooi en dat moet ook een tevreden gevoel geven. En dat is natuurlijk ook weer een mooie zaak zo in deze tijd van het jaar. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Als je heren, mag ik jullie... bereikt hebben. Absoluut. Ja, heren, mag ik jullie danken voor jullie komst en nog een prettig aantal mooie feestdagen toegewenst. Dank u wel. Hetzelfde. Tiel aan tafel. In deze aflevering van Tiel aan tafel nu Sandra van Leur. Sandra, van de Wensboom ben jij, hè? Ja, ik ben van de Wensboom. Zo was het voorheen. Mm-hmm. Maar sinds 2 jaar heet het de Kerstboom Tiel vol lichtjes. De Kerstboom Tiel vol lichtjes. Vertel. Ja. De Kerstboom vol lichtjes is ooit ontstaan door een idee van Joris Kerstboom in Den Bosch. Zelf een foto ingehangen van mijn overleden zus. En toen dacht ik, dit moet dichter bij huis kunnen. Ik kom van Tiel. Ik ben geboren en getogen Tielenaar. Ik wist dat er een kerstboom stond in de binnenstad. Dus ik denk, dat wordt mijn boom. Ja, die boom staat op de Groenmarkt, hè, al jarenlang. Ja, dat zou nu het 7e jaar zijn. En hij staat er. Mm-hmm. Alleen we staan er dit jaar niet fysiek bij. Je hebt het al eens een keer eerder verteld op de televisie. Maar het verhaal blijft natuurlijk mooi. Ja. Misschien is het mooi het verkeerde woord. Maar jij wilde een boodschap achterlaten voor jouw zus. Ja, ik wilde... ik heb toen in de Joris Kerstboom in Den Bosch heb ik een foto daar geplaatst...
Nou ja, daar mag je een foto in plaatsen van mensen die er niet meer zijn of mensen die ziek zijn. Ik heb dat gedaan en dat gaf mij zo'n goed gevoel dat ik toen dacht, dit moet dichter bij huis kunnen. Nou, hoe mooi is dat je dat in je eigen woonplaats kan doen. En die boom stond er door de gemeente. En ik heb de gemeente gewoon gevraagd, mag ik die boom omtoveren tot mijn boom? En dat was dus eerst de wens- en herinneringsboom van Tiel. Dan moet ik heel goed gaan tellen. Hè? Ik denk 4 jaar geleden de Joris kerstboom geweest. 2 jaar op rij door de KRO en NCRV. Uh-huh. En sinds 2 jaar is het weer gewoon mijn eigen boom. Met mijn gevoel. Die ik over wil brengen naar de anderen. En die iedereen mag daar zijn eigen foto, herinnering, wens in die boom plaatsen. Was dat concept van de Joris kerstboom, was dat geen succes? Of gingen die een andere weg op? Of hoe is dat gegaan? Nee, het was een heel groot succes. Ik heb daar ook echt, nou ja, de boom heeft echt 2 jaar lang echt mega volgehangen. Alleen de Joris kerstboom mocht niet commercieel. En ik moet het van de sponsors hebben en de mensen om me heen die mij willen helpen. En dat mocht niet en ik mocht dat niet uiten. En ja, er stonden andere, ja, ze noemden dat de Joris Angels, die stonden erbij. Die moesten de mensen aanspreken. Dat waren studenten en ik wil de studenten niet zeggen dat ze slecht zijn. Maar mijn vrijwilligers zijn allemaal mensen die allemaal iets hebben meegemaakt. En die zich goed kunnen verplaatsen in de mensen. En dat misten wij op dat moment heel erg. En niet, dus het gevoel? Het gevoel, het is puur het gevoel. En ja, toen heb ik eigenlijk gewoon weer gezegd, ik ga het gewoon weer zelf doen. Want het is mijn gevoel wat ik over wilde brengen, wat mijn vrijwilligers over willen brengen. En dan is het gewoon weer puur zoals het was. Ja. Ja. Hoeveel mensen zijn er nou bij betrokken bij die organisatie van jou? Ja, niet zo heel veel. Ik ben natuurlijk in principe alleen, maar ik heb natuurlijk wel een scala aan vrijwilligers. Die staan nu dit jaar en vorig jaar een beetje op ongeveer 10 vrijwilligers. Oké, dat is toch een behoorlijke club. Ja. En dan heb ik wat, ja, wat winkeliers of horecaondernemers die mij ondersteunen. Alleen ja, we doen natuurlijk nu niks. Dus die zijn nu wel, die weten dat we nu niks doen. Maar die zijn er wel weer bereid toe als we volgend jaar wel weer mogen. Ja, hoe gaat het in zijn werk? Ik weet alleen nog maar van nou dat je op een briefje een wens kon schrijven en dat met een soort strikje erin kon hangen. Ja, en dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje het concept. Alleen normaal gesproken staan wij als vrijwilligers erbij en luisteren wij naar de verhalen van de mensen. Kunnen wij de mensen ook een arm om hun heen slaan om ze even te troosten. Dat kunnen we nu door corona helaas niet doen. Mm-hmm. Maar in principe bieden wij altijd iets aan waar je een foto op kan plakken of waar je iets op kan schrijven. En dan kun je dat in een boom plaatsen. Dat was allemaal geregeld dit jaar, maar coronaregels zijn, ja, die gaan gewoon eigenlijk het doel van de boom voorbij. Dus dit jaar doe ik eigenlijk de oproep naar iedereen. Maak iets thuis, al is het een papiertje, een foto, lamineer het, al doe je het in een fles. Ga naar de boom en hang het erin. Want wij zijn er nu niet, maar die boom is er voor ons allemaal. Zo simpel is het. Zo simpel is het. En die boom die staat er inmiddels al? Ja. De eerste heb je weer opgehangen samen met, want dat is ook een traditie, met burgemeester Beenhakker, geloof ik. Ja, die staat er inderdaad. We hebben de eerste foto's en herinneringen hangen in de boom samen met burgemeester Beenhakker. Ja. En jij hebt dan de eerste wens gehangen? Jazeker. En dat is weer voor jouw zus? Ja, absoluut. Ja, en dat is een traditie en die blijft. En daar ga ik niet van afwijken. Nee, dat snap ik. Wat doet het persoonlijk met jou? Heel veel. Het geeft me ergens rust. Het geeft me een goed gevoel. Een fijn gevoel. Het gevoel dat we het samen kunnen doen. Natuurlijk met mijn vrijwilligers, maar ook voor de mensen die allemaal daar iets in de boom hangen. Het is saamhorigheid, allemaal even hetzelfde willen delen. En of dat nou iemand is die er niet meer is, of iemand die ziek is, of iemand wenst dat de corona weg is, wat ik heel goed kan begrijpen. Het is allemaal een gevoel. Ja, het spreekwoord gedeelde smart is halve smart, dat is ook echt zo, hè? Ja, ja. Ja, en dat geeft mij, ja, ik kan er alleen maar heel trots op zijn, om zijn. Ik kan er emotioneel om worden. Maar trots is wel het grootste woord, zeg maar, nou, wat, met mijn, wat het met mij doet. Ja. Hey, veel succes natuurlijk weer dit jaar. Fijn dat je, ja, dat je zo'n initiatief weer neemt om dit te brengen in Tiel. Ja. Op de Groenmarkt in het centrum van de stad. Ja, dat klopt, helemaal. En iedereen kan daar gewoon terecht. En iedereen kan daar terecht op zijn eigen moment, op zijn eigen manier. En hang gewoon alles wat je in die boom maar wil plaatsen, hang dat er gewoon in. Ik zei wensboom, maar wat was nou ook alweer de officiële naam? Kerstboom Tiel vol lichtjes. En zo is het. En zo is het. Mag ik je danken voor het gesprek? Heel graag gedaan. En ook bedankt. Tiel aan tafel. In Tiel aan tafel nu weer tijd voor de kritische vrienden. Gert van Hek en Jan Wolberg. De stelling, vuurwerk moet blijven. Zeker.
Nou, dat vind ik dus niet. Kijk, nou hebben we iets te pakken. Ja, nou, heb zeker iets te pakken, want hier trigger je me wel mee. Want het is natuurlijk in deze tijd van corona toch absoluut niet uit te leggen dat we straks die ziekenhuizen overvol hebben met gasten die dus vuurwerk... Maar doe je net alsof er bij elke vuurwerkactie dat daar heel veel gewonden bij vallen. Ik praat geen onzin, want als je dus de tv, de specialisten ziet van de ziekenhuizen, die vertellen dat. En dat betekent gewoon van, nou, hartstikke leuk en aardig dat jij gewoon wil knallen. Maar dit jaar niet. Geert? Nou, knallen, dat kan misschien maar goed te zeggen. Siervuurwerk moet gewoon kunnen, vinden. Ik vind het echt gewoon onzin. Plus dat alles nou door lieveleden, want mensen gaan toch vuurwerk afsteken. Het is al bewezen, er is een onderzoek geweest dat er minimaal 10% van de Nederlandse bevolking toch vuurwerk af gaat steken. En dat kan dan niet gewoon in de winkel gekocht worden, of wordt dan in het buitenland gekocht, of in Duitsland of in België. Karrevrachten vol worden naar Nederland toe gereden. En de mensen gaan echt gewoon wel vuurwerk afsteken. En ze gaan dus vuurwerk afsteken, wat veel zwaarder is als wat in Nederland eigenlijk te koop zou zijn. Dus ik vind het geen slimme zet om weer dat vuurwerk af te schaffen. Want die jonge lui gaan toch de straat op en vuurwerk afsteken. Nou, dat vind ik echt onzin. Het is gewoon zo van vuurwerk, als je dus een vuurwerk nu haalt in het buitenland. Als ik bijvoorbeeld kijk in Op Heusden waar ik woon, is een schuur, hebben ze leeg gehaald, die helemaal vol met vuurwerk lag. En een aantal jaren geleden is er in Op Heusden een zol, heeft iemand zichzelf opgeblazen, of tenminste zijn beide armen kwijtgeraakt, omdat hij met vuurwerk aan het knutselen was. Dat was ook illegaal vuurwerk. Nee, maar het betekent gewoon, elk vuurwerkslachtoffer is er gewoon één. En dan kun je zeggen van vuurwerk leuk. Dat is in het verkeer ook, vooral ook slachtoffers. Ja, dat is dan echt gelijk. Dan mag je ook geen heet water meer op vuur zetten, mensen de handen branden of wat dan ook. Ja. Nee, maar dat zijn drogredenen. Kijk, ik bedoel, ik snap. Ik gun iedereen zijn geintje, weet je wel, en zijn lolletje. Ik ben sowieso niet voor vuurwerk, zelf niet. Maar nu in deze tijd helemaal niet. Dus ik vind jij bent nog van de oude stempel, hè? Ja, kabietschieten vind jij wel leuk? Nee, van sterretjes. Sterretjes. Ja, ook gezellig. Nee, maar kabietschieten ook een redelijk hypocriet, nou, want dat mag daar wel. Ik zal je vertellen, ik heb dat in van huis uit meegekregen. Mijn vader, die woonde op het platteland, die heeft 2 weken lang in het ziekenhuis gelegen, dat hij dus in een kabietbus blies en dus gewoon zijn gezicht verbrand. Nou, ik heb dat thuis zo vaak moeten horen. Die man die was echt helemaal anti-vuurwerk. Mijn broer was heel erg voor vuurwerk. Dus het was legaal, maar hij kocht het aan clandestien omdat mijn vader het niet mocht weten. Maar dat was bij ons, thuis werd het er wel ingepeperd. En ik vind het gewoon ook absurd dat nu bijvoorbeeld in Op Heusden, en er zijn meer van die dorpen, waar je gewoon geen vuurwerk mag afsteken, maar wel kabiet. En dan, meten met twee maten. Ik vind dat werkelijk niet uit te leggen. Dus wat dat betreft, daar valt dan nog een wereld te winnen. Maar we hoeven het ook niet eens te zijn. Maar nou daar zitten we voor. We zijn kritische vrienden, toch? Ik heb zoiets nu, wat de vuurwerkbranche is dan, want dan kom je vanuit een andere hoek. Of zo, maar de vuurwerkbranche wordt nu ook weer daardoor geraakt. Die liggen met bunkers vol met vuurwerk. Kluizen die waar ze in geïnvesteerd hebben voor een godsvermogen. Die liggen gewoon netjes, liggen helemaal vol. En dan kunnen ze gewoon weer laten liggen tot volgend jaar of het jaar erop. Ik vind wel dat dan op een gegeven moment dat soort ondernemers, als ze dat niet van tevoren hadden kunnen weten, recht hebben op een eerlijke vergoeding. Nee, maar dat spullen is allemaal al besteld begin van de zomer, wat sterker nog in het voorjaar. Het is allemaal besteld voor het eind van het jaar. Nou ja, dat ligt dan nu allemaal vol. Nou ja, dan gaat er als vuurwerk verkopen. Maar en dan hebben we het gewoon over legaal vuurwerk. Dan heb je veel minder ellende als dat nou alles illegaal vanuit het buitenland er komen. Er komen weer uit het Oostblok, er zijn geen Cobra 6, er zijn zulke bommers en er zijn 10 van die dingen bij elkaar. Nou, dan klap je hier de hele TSC-terrein mee. Laat maar niet doen. Hè? Nee, maar snap je? Ja, nee, maar dat zijn natuurlijk wel voorbeelden van, dat is illegaal als de pieten. En die bommen, die waren er ook gekomen op het moment dat de zaak gewoon legaal was en de mensen gewoon in de winkel hadden kunnen kopen. Want dan kopen ze, ja, dan is het toch te weinig nog een kick. En dan moet toch dat zware vuurwerk moet dan toch hier binnenkomen. Dus dat zware vuurwerk komt er toch wel. Oftewel, Jan, jij gaat absoluut geen vuurwerk afsteken en jij vindt een goede zaak dat er geen vuurwerk meer is? Absoluut. En bij jou is er het laatste woord niet over gezegd? Ik ga het zeker wel afsteken, ja. Dus dan kan ik bij jou een mooi vuurwerk komen kijken. Ja, maar ik ben toch niet thuis, dus dat scheelt. Hey, mag ik jullie danken voor het gesprek? Ja, graag gedaan. Tiel aan tafel.
En tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Wilt u meer informatie over de regio en over Tiel in het bijzonder? Kijk dan op www.regiotvtiel.nl of download onze app.